als na zo lang een keertje. Maak het weer spannend. Yes, what up Kees en welkom alweer bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet loop ik op Centraal en ik ben onderweg. Ik ga naar Amsterdam toe. Ik ga weer samenwerken met First. En ik ben op dit moment niet live presentator, maar ze gaan een soort van First is veranderd en zo. En ze gaan nu ook programma's maken en zo, want die live shows zijn niet meer anderhalf uur. Ze zijn nu nog maar een half uurtje en dan de rest van de half uur zijn zeg maar programma's. Dus, en ik ben nu zeg maar... ik word nu gewoon ingehuurd voor een, als presentator van zo'n programma en daar gaan we vandaag mee beginnen. En ik heb weinig geslapen, ik heb echt weinig geslapen, want ik ben natuurlijk bezig geweest met die diss track, kwam best wel laat thuis. Daarna heb ik even nog de video geëdit. En op een gegeven moment wou ik gaan slapen en toen stuurde de producer ineens een hele nieuwe versie, want we waren niet helemaal eens met de beat zeg maar, dus hij heeft een andere beat eronder gezet. Die ineens 10 keer zo hard is. Dat is niet normaal man. Ik kan niet wachten tot zaterdag de video online komt. Ik ga vanavond met mijn broer werken aan de lyric video. Dus dat wordt allemaal hartstikke dik. En ik kan niet wachten, maar zaterdag moet het online komen man. Dat is echt de prioriteit. Nou, ik ga even inscannen. Nou jongens, de trein staat er al. Hij gaat pas over een dikke 10 minuten weg. Maar ik heb dus net eventjes een broodje gehaald bij de Albertijn. En dan heb je zo van die zelfscankassa zeg maar. En ik... Weet je, misschien ligt het aan mij, maar altijd zeg maar, wanneer ik aan het afrekenen ben, moeten ze achter me komen staan. Of wanneer ik net wegloop, dan zie ik ze daar naartoe en gaan ze met zo'n sleutel gaan ze controleren of ik het wel heb gekocht, wat ik heb gekocht. En weet toch, als ik daar gewoon door de winkel loop, ik heb laatst een beetje opgelet, ze lopen nooit naar andere mensen toe. Je weet, ze blijven altijd op de hoek staan, maar als ik zeg maar, of iemand die ook zeg maar altijd een beetje hè, zo eruit ziet, dan kijken ze wel. Maar gewoon als normaal, ja ik weet niet man, misschien oordeel ik te snel of zo, maar dat valt me echt op man. Dit is misschien echt al de... Ja, in die paar maanden tijd is dit sowieso echt misschien al de 10e keer of zo man. Je weet, sommigen zijn gewoon flex, maar ze doen het ook heel sneaky. Je weet, ze gaan op wanneer ik net zeg maar wegloop, komen ze zeg maar net aan en zo. Het is gewoon gaar man, maar in ieder geval laten we het daar lekker positief houden. Ik ben vandaag weinig geslapen, maar met een positieve bij opgestaan, dus lekker man. Dus je weet toch hoe ik net aan het klagen was zeg maar, dat mensen me gingen controleren en zo bij de Albert Heijn. En nu zoals je ziet zit ik gewoon eerste klas man, ik moest mijn telefoon opladen. En de conducteur zeg maar, die zei van weet je wat, ga maar even in de eerste klas zitten. Kun je even je telefoon opladen. Dus hier, dat zijn ook wel weer gunnings man. Dus je moet niet te veel klaar man. Weet je, op daar gebeurt dit dat. En dan gebeurde dit weer gewoon hier. Ik weet niet of dat een kloppend zin is, maar... In ieder geval, ik ga even mijn telefoon opladen. Ik ga even mijn broodjes snacken. En ik zeg eerlijk, stoelen zitten wel lekker, maar... Weet je, eerste klas in de trein, ja. Anders heb je gewoon liever een auto, maar ja. Het is wel lekker even. Nou, kijk waar ik ondertussen ben. Nieuwe kantoor van First, of in ieder geval van Newbie. En dit is de First afdeling. Lekker man. Iedereen is hier ook gewoon. Het ziet er ineens anders uit. Ik wou zeggen, iedereen heeft nieuwe laptop en zo, maar het is gewoon. Ja, maar Lisa heeft ook een upgrade gehad. Valt het je op? De haar is geveegd. Oh ja, klopt. Nou jongens, we krijgen zo'n zendertje om. Hier hebben we Joes, maar ik moet even naar beneden gaan. Hou op man Joes, je zat mijn laatste filmen met Juicy Louie, dit okay, Louie, okay, dat. Ik heb deze gekregen, ik heb ze niet zelf gekocht. Maar oké, film nu jezelf dan. Ik heb mijn tasje vandaag niet omgekomen. Oh, je weet toch, alleen de sjaal van, ja mijn riem maar de standaard. Dan zak mijn broek nog meer af dan dat die al afzakt. Oh, Kenzo truitje en zo, je bent wel... Ook gekregen, ik krijg alles. Je krijgt alles hoor, dit krijg je... Boer, fix me. Ik moet alleen even checken zo meteen met fix me iets met sponsors man. Ja? Fix iets met sponsors man. Bro, broeders. Broeders. Broeders moet je altijd geven. Lekker. Moet je altijd geven. Now we are sitting here in een prepped car. Yes, very prepped. We zijn bezig met de opnames van het programma. Looking for parkeergarage. We gaan mensen hun wens laten uitkomen. Ja man. Hey, dat is niet normaal met parkeerplekken hier. Wow. Geeft hij nou richting? Gaat hij hier 4 knippenlicht geven? Serieus? Ben je aan het doen, man? Loco Mexicano, Murcielago, winner of the Lato, baby, fast. Ja, Yusuf zit lekker in zijn GTI'tje. Ren achter cash. En kijk met cash. Wat voor schoenen, hij trapt op die gaspedaal. Nou, Yus, je gaat zo dik, ouwe. Nee, man. Het is gewoon cadeautjes, ik krijg alleen liefde van mensen. Dat is lekker, man. Dat is liefde. Dure liefde, dat wel. Lekker, man. Jongens, wij zijn hier fucking lang aan het wachten. Maar ik ga niet met jullie, hij is wel coureur. Hij is wel coureur, maar chaos man. Chaos man. Dat hij met zo'n auto door de grachten moet rijden. Dat kan niet eigenlijk, hè. Nou jongens, wij zijn ondertussen bezig met opnames. Lekker man, gaat het goed? Ja, lekker.
Lekker man. Jus Doep is hier. Ja man, ja. De First Mike is hier. Ik ben hier, de claims zijn daar. Ja, we zijn lekker bezig man. Wordt een leuk programma man. Nou jongens, het is weer shoutout time. Gooi de shoutouts eruit. SO naar OSB. SO naar OSB, 2A1. SO naar onze klas 2. Klas 2A3. Lekker man. SO naar HP1. Lekker man, dat zijn de shoutouts. Hey, mijn team roept me weer man, ik moet weer verder met opnames man. Maar shoutout aan jullie man, lobby man. Hey, jij bent wel de langste van je klas man. Ja. Nee, hij is niet de langste. Oh, hoe lang ben jij? 1,87. En hoe oud ben je? 13. Bro, jij gaat goddamme 2,10 meter worden man, dat wordt niet normaal man bro. Ja man. Hey, lekker man, shoutout aan jullie man boys. Gang, 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 gang. Nou jongens, ik ga jullie ineens een gekke situatie uitleggen. Zoals je ziet ben ik hier bij een tatoeageshop. Is een bekende tatoeageshop van Henk, man met de baard en zo. Mensen, ik denk dat een aantal mensen volgens hem wel zouden kennen. En ja, hier gaan we dus gaan tatoeages nemen voor het programma die we aan het schieten zijn, waar ik nu nog niet te veel over kan zeggen. Maar het is een pilot. Dus we gaan mensen een soort van hun wens vervullen. Nu is het allemaal een beetje in elkaar gezet, omdat het is de pilot. Maar we hebben nu vandaag wel veel mensen zeg maar, hun wens gevraagd op straat. En die worden dan binnenkort worden ze gebeld. En dan de leuke wensen. En dan gaan we met hun dat uitvoeren. Maar nu hebben we een soort van pilot aan het draaien. Dus dat ik ineens ook een tatoeage ga zetten. Want ze zijn hier binnen en de twee dames gaan een tatoeage zetten. En uiteindelijk kwam er ineens erbij van EQ, zet jij dan ook? Hey. En uiteindelijk kwam er dus bij van EQ, of een van jullie zet ook een tatoeage. Nou, Justo begrijpen we, die zet geen tatoeages vanwege zijn geloof. En misschien vindt hij het ook niet mooi, maar ik denk dat de grootste reden zijn geloof is. En ik ga wel zetten man, ik denk weet je wat, ik ben er gewoon, het is niet van mijn kosten, ik krijg hem gratis. Het is gewoon de kosten van First, lekker. En ik wil een portret van mijn dochter zetten en dat gaan ze natuurlijk niet vergoeden. Maar laten we even eerst beginnen met de naam van mijn dochter en die ga ik even op mijn pols laten zetten ofzo. Dus dat lijkt me hartstikke nice en het wordt vergoed, dus gratis tatoeage. Nou jongens, ik zit hier en deze man gaat mijn tatoeage zetten. Wat's up? Aan. Lekker man. En hij gaat dus mijn keel op mijn polsstaker te laten zetten. En dan gaan jullie straks wel het resultaat zien man. Dus, ja, we gaan beginnen nu hè? Ja toch? Ja, toch? Ben je klaar voor? Ja hoor. Lijkt me niet. Jullie hem hier toch? Ja. Zeg maar wel, als je zeg maar een lange open hebt aan tijd dat je hem niet zo mooi ziet. Iets is helder. Ja, jij moet hem wel blij zijn. Dat is cool, hij heeft ons. Ja, dat valt uit mee. Mooi toch? Ja, ja jongens. Dit wordt hem net gefreesteld, dus hè, dat is uniek. Oké, oké. Maar dan even kijken, man. Hoe heb jij dat? Als we naar zo lang een keer zijn, maak het heel spannend. Maar dit wordt het ook in mij. Wat? Dit is nieuw. Oké. Ja, en je bent. Ja, voelt hij lekker man. Ik ben echt een klein. Ah joh, poesie. Ja, wat zeg jij? Je hebt alleen dat tatoeage uit de bak, man. Je zou maar deze guy zijn met deze tattoo, man. Shit, man. Nou, ik heb het overleefd, jongens. Shout-out deze. Maar toch lekker. Goed gedaan, hoor. Kijk, hier hebben we hem. Misschien nog wel, hij is een beetje rood nu. Op zich wel mee, hè? Beetje rood. Oh, mijn serie begint gelijk te praten. Die denkt dat hij mee mag bemoeien. Maar dit is hem, jongens. Michaela op mijn arm. Hier kan ik mee spijt van hebben. En ja, thanks, man. Graag gedaan, man. Super hard. No problem. En we zijn daar ook nog bezig met de cameraploeg. Ik zit ondertussen bij Joes in de waggie. En hij heeft me afgezet hier bij Rotterdam Centraal, wou ik zeggen. Maar het is beurs. Want Joes moet toevallig hier in de buurt zijn en ik kom met hem meerijden, want jij gaat naar partij Denk. Toch? Waarom moet je gelijk lachen? Nee, ik moet niet lachen, maar ik vind het zo grappig. Joes in de politiek, what the fuck is dat? Nee man, het is geen politiek. Ik ga daar gewoon grapjes maken. Bro, jongeren moeten gaan stemmen, is belangrijk man. Ja, waar ga jij op stemmen dan? Op Denk. Ja, denk het wel. Ja, het leuk hè. Kijk, in het begin had ik ook dat soort schijntjes, maar op een gegeven moment ik heb ze te vaak gezegd man. Nee maar. Ja man, wie ga jij stemmen dan? PVV. Ik stem nooit man. Waarom niet? Ja, omdat het toch geen zin heeft. Kijk, met die mentaliteit gaat er inderdaad niets veranderen. Hoe luister dan? Kijk, ik ga iets uitleggen en dan kan partij Denk, als ze een beetje na kunnen denken. Oké. Kunnen we dat ook uitleggen. Ja. Uiteindelijk wint er één partij. Ja.
Maar hoeveel zeggenschap je krijgt. Ja, om die zeggenschap. Maar broer, het is altijd zo verdeeld dat ze het uiteindelijk toch altijd met elkaar moeten samenwerken. Er is nooit een partij die zeg maar zoveel zetels kan pakken dat hij gewoon helemaal alleen kon regeren. Dat is bijna één iemand gelukt. Dat was Pim Fortuyn, die is toen doodgemaakt, man. Ja, nee, kijk, weet je wat is? Af en toe moet je compromissen sluiten in de politiek, man. Maar als hij gewoon... Oh, we praten, compromis, ja, van de symfonie. Ja, neef, maar je weet toch, politiek, je moet gewoon... Als je tenminste partijen hebt in de politiek die jou ondersteunen, die jouw ideeën ook delen, kunnen zij misschien wel iets, misschien niet veel, maar ze kunnen wel iets betekenen. En bro, stemmen is geen moeite, man. Het is gewoon je filterkaartje, je levert het in, klaar. Ik ga stemmen op PWTG. Dat is... Partij van de Walk to Go. Oh, lekker, man. Je hebt die reclame te maken, jongens. Ja, nee, ik ga even lekker eten bij je. Wel lekkere noedels, man. Ja. James, ik kom eraan. Even kijken, ja, ze zijn nog lekker open. Ik ga lekker even een hapje eten, man. Eet smakelijk, man. Kom, eet mee. Nee, man, ik moet nadenken over wat ik ga eten. Ja, je moet nadenken. Nou, veel succes met je politieke partij, onze lijsttrekker. Is het niet mijn politieke partij, Geuze? Jawel, je wil. Ik kan nooit de politiek ingaan, man. Hoezo niet? Bro, die discussies in mijn hoofd wordt heet. Ik ga tegen ze zeggen, hey, je maakt mijn hoofd, maat, ik ga je platte hand geven. Dat is wel fijn, ja. Ja, man. Hey, en zo naar iedereen, man. Love you. Ja, man. Lekker, man. Ciao. Nou, kijk met wie ik hier ondertussen ben, joh. Yo, fuck up fame, man. Bro. Ik zie veel comments en ik krijg veel berichten binnen over dat mensen zeggen dat ze jou zo'n aardige guy vinden altijd. Sowieso, ik ben aardig. Ik had nog gereageerd eronder, maar het is wel ja, een van de personen die echt meest gouden hart heeft die ik ken, ook, man. Dat is sowieso, man. Maar vandaag zijn we niet zo lief bezig. Dat niet. Mooi bruggetje gelijk, hè? Ja, precies dat, man. Ze hebben nog lekker een dag. Yo, we zijn bezig, man, bro. Zoals je ziet, we gaan de lyric video maken van Snapking, zodat mensen precies weten wat ik zeg. In die 72 bars. Er zitten veel punchlines in, dus dan ga je de dingen dik gedrukt zien, of in ieder geval uitvergroot zien, zodat we precies weten wat de punchlines zijn. We killing it, man. Yo, ja, sowieso. Man. Ja, man. Ja! Dus jij bent een heel lief persoon. Hè? Jij mag bijna iedereen, hè? Mag je Snapking? Nee, man. Weet je waarom niet? Hij fokt met mijn broertje. Wie van mijn familie fokt ook met mij, weet je. Dus. Ah, dat is lowie, man, bro. Sowieso, man, bro. Ja, man. Fuck Snapking! Nee, joh. Nee, jawel. Fuck Snapking. Dus wat ben je aan het doen, FIFA? Ik ben FIFA thuis. Lekker, man. Lekker, man. Dus dat wordt eng, hè, die lyric video. Ja, hij is al lang. Hé, hey, jongens, ik ga zo kapot hier. Wij zaten even naar onze tatoeages te kijken. En kijk hier, hè, heb je zeg maar sms staan. En zeg maar, je ziet streepjes er doorheen. En ja, ik geef jullie nu 10 seconden om te raden wat daarin hoort te staan. Nou, ja, nou jongens, 10 seconden voorbij. Dit moest een muzieknootje zijn. Ja, dat is fucked up. Maar jij hebt ook iets fucked up. Ja, dat zei ik. Ik zit dit te vertellen. Toen ik nog niet zoveel doeken had. Ja. Toen ik echt net mijn eerste tet zet. Toen ik ook, wou ik mijn tet gaan zetten. Toen heb ik ook bij mijn gooltje gedaan. Ik ga zo stuk. Hij liet me net zien, jongens. Ik ga het niet laten zien. Dit moet een engel zijn. Lijkt toen niet meer mijn engel. Dit ding lijkt op postbode. Ja, dat is fucked up. Het is fucked up. Maar laat me best even goed aan. Nou, deze is gewoon nice. Ja, deze is de Antonijs. Ja, maar dit kan niet. Broer, ik hoop niet dat dit jouw engel is, man. Ja? Is dit je engel? Ja, man. Maar vond je hem nice in het begin? Nee. Nee? Ja, ja, toen wel, man. Toen waren die ghetto tatoeages nog een beetje van, oké, weet toch, was ook goed. Nee. Weet toch? Oh, jongens, ik moest even mijn camera trekken. We gingen zo brokken net hierom. Hij zei net tegen mij van, je weet toch, je moet die tatoeage gewoon houden. Want ik zei, ik wil er iets overheen laten zetten. Zei hij, nee, maar je moet gewoon trots zijn. Hij zei, ik heb ook iets. Ja. Ja, ik kan die nog een keer laten zien, man. Dat is fucked up, man. Ah, ik neem hem mee voor de rest van mijn leven, weet je. En soms moet je genoegen nemen met iets minder. Ja, daar heb je gelijk in. Dus dat doen we. Yes jongens, ik ben ondertussen thuis en we hebben gewerkt aan de video. Alleen, ja, we waren allemaal moe, weet je. We hebben allemaal een lange dag gehad. Dus ik ben nu naar huis gegaan. We gaan er morgenavond nog even verder aan werken. En dan komt die zaterdag online. Plus, ik ga morgen ook nog eventjes een foto op Instagram delen. Of op Instagram zetten. En ik ga het jullie vragen te delen. Ik ga morgen een Instagram foto plaatsen met de uitnodiging voor Snapkings begrafenis. Die is op zaterdag om 5 uur op mijn kanaal.
En ik ga iedereen vragen om het te delen. Iedereen die ook die foto zeg maar gooit op zijn kanaal, daar laat ik een like achter sowieso. En ik ga proberen op zoveel posten te reageren. Dus ik vraag iedereen dat te doen. En dan is iedereen uitgenodigd om op de begrafenis te komen van onze Snap King. En dat is op zaterdag om 5:00. En dan moet ik ook even zeggen, weet je, kijk, ik heb gewoon een... ik ga even arm switchen. Ah, deze doet pijn. Kijk, zaterdag is die track online en deze week heeft best wel in het thema op mijn vlogkanaal gestaan om Snap King, zeg maar. Maar na zaterdag is dat ook over. Ik heb gewoon een leuke vlogkanaal waar ik leuke vlogs mee plaats met mijn dochter, mijn vrouw, mijn vrienden, noem maar op. Waar ik leuke challenges doe en zo. En ik ben niet, ik heb geen zin om heel de tijd met dit soort dingen bezig te houden dat we het week over Snap King gaan hebben, weet je. Mijn kanaal gaat over mij en... Weet je, dit is even nu een momentje, weet je. Dit is allemaal in een week gebeurd en zo, zeg maar. En ja, ik heb hem naar hem uitgehaald, of in ieder geval mijn reactie weergegeven. Ik heb uiteindelijk de diss track opgenomen. Nou, morgen zeg, of zaterdag, ja, dus voor jullie is dat morgen. Komt de diss track online. En dan is het in principe gewoon afgelopen, weet je. Je gaat iemand die dood is en begraven is, ga je ook niet zeg maar verder de grond in trappen. Dat is respectloos. Dus na zaterdag is het klaar. Jullie mogen allemaal een kommetje achterlaten zaterdag, hè? Een laatste berichtje voor zijn, dat is netjes bij zo'n register zeg maar. Dit is in ieder geval toch de laatste week dat je het mij gaat horen hebben over Snap King en daarna is het klaar man. Dus ik ga deze video snel editen, daarna slapen. Morgen is er gewoon weer een lange dag. Dus bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende vlog man. Ja!